En wij zijn jaloers op dat heerlijke ochtendzonnetje wat daar buiten in het mooie Drenthe schijnt. In zijn leven maakte hij meer dan 100 films, speelde hij de grootste hoofdrollen, maar deze nog nooit. Rutger Hauer staat vanavond centraal in een documentaire over hemzelf. We kennen hem natuurlijk als de soldaat van Oranje, de man van de fietsscène en natuurlijk de ridder. Sanna, ik denk dat dit deuntje toch bij veel mensen een soort nostalgie oproept. Met 3 miljoen kijkers per aflevering maakte deze rol hem in één klap beroemd, natuurlijk. Maar het had niet veel gescheeld of hij had deze rol niet gehad, hè? Nee, dat klopt. Ja, Paul Verhoeven vertelt ook heel mooi dat hij Rutger dus 3 keer heeft laten auditeren. De eerste keer voor Floris. Maar hij vond hem eigenlijk helemaal niet zo goed. En Karel van Herwijnen, een andere acteur, zou de hoofdrol spelen. Maar die kreeg op het laatste moment geen toestemming van het toneel. Het toneelgezelschap waar hij bij zat. En toen herinnerde hij zich een close-up van Rutger. Toen dacht hij, oh ja, dat was... Ja, hij kon eigenlijk niet acteren, maar had wel een hele goede kop. Dus misschien moeten we dat maar doen. Ja. En Paul Verhoeven zegt dat ook nog over een andere film, hè? Soldaat van Oranje. Ja. Ik had Rutger de rol van SS'er toebedeeld, die later gespeeld is door Derek de Lint. Maar toen hij dus binnenkwam en een stukje speelde, toen geloof ik dat ik heb gezegd, ja, doe nog even een stukje van de hoofdrol. En toen bleek het opnieuw dat we al wekenlang fout zaten en dat het Rutger moest worden. Ja, beelden die komen dus uit jouw docu. Je hebt Paul Verhoeven gesproken. Wat zegt dit over Rutger Hauer, Peter van Hauer? U bedoelt de film? Ja, wat Paul Verhoeven nu eigenlijk zegt. Wat laat dit over het fenomeen Rutger Hauer zien? Ik denk dat hij zichzelf niet echt op de voorgrond stelde. En hij had niet een heel groot ego. Dus hij zou ook nooit in die audities, denk ik, binnen zijn gekomen van kijk mij. Maar iedere keer als hij dan op beeld kwam en de camera op hem stond, dan gebeurde er gewoon iets. Hij is gewoon heel charismatisch. Of was geen heel charismatisch. Dus Paul vertelt inderdaad heel leuk. 3 keer heeft hij hem laten auditeren. Is dat ook wat je met de documentaire wil laten zien? Ja, een beetje. Ik wil echt laten zien wie hij was in zijn privéleven. En dat het gewoon het was natuurlijk een bijzondere man en een fantastisch acteur. Maar hij was eigenlijk nog veel meer dan dat. Hij was een dichter, een kunstenaar, een levensgenieter, avonturier. En dat is eigenlijk wat je ziet en wat ik wilde laten zien. Ja, en hierachter zien we hem met die videocamera. Want hij was niet alleen altijd zelf in beeld op de grootste rollen. Maar hij filmde dus ook van alles. En jij bent dus uren van het privémateriaal gaan doorspitten. Hoe was dat voor je? Heel leuk. Alle herinneringen kwamen naar boven. Alle vakanties met elkaar. De dingen die we hebben beleefd. Was heel erg leuk en soms ook emotioneel. Het was eigenlijk een soort zoektocht naar alle mooie momenten bij elkaar. Maar er waren er zoveel. Dus je moet... er waren ze ook heel veel weg. Maar er waren een paar hele mooie dingen waarin je Rutger echt ziet. Waarom deed hij dat eigenlijk? Weet je dat alles dat zelf zo vastlegt? Hij wilde eigenlijk dat als een soort kennis. Hij wilde het eigenlijk allemaal bij elkaar verzamelen. En dan later, als hij klaar was met acteren, wilde hij dat soort kennis doorgeven. Dus hij draaide ook veel op de set en achter de schermen om te laten zien hoe het dan echt gaat, zeg maar. Ja. En hij heeft ook de Rutger Hauer Film Factory opgericht voor jonge makers. En vooral van ga gewoon lekker doen en niet te veel nadenken. Het is allemaal niet zo moeilijk. En ben jij nou zelf ook nog dingen te weten? Je stuit op een doos met bandjes. Ben jij ook nog dingen over hem te weten gekomen die je zelf nog niet wist? Niet zo heel veel, want ik ken hem echt heel goed. Maar wel, ik wist bijvoorbeeld niet dat hij zich enorm inzette voor zijn medemens. Want daar had hij het eigenlijk nooit over. Ik wist dat hij een eigen Starfish Foundation had, waar hij in de jaren 80 vrouwen met AIDS en AIDS-wezen, dus kinderen die geen ouders meer hadden. En hij zette zich bijvoorbeeld heel erg in voor Sea Shepherd. Maar hij deed ook heel veel in zijn omgeving. En dat wist ik eigenlijk niet. Nee, en wat grappig is dat we nu dus een heel persoonlijk inkijkje krijgen. We zien echt hoe hij dus inderdaad met jouw ouders en met zijn familie was. Maar zelf hield hij zijn privéleven heel erg afgeschermd, hè? Hij vond het gewoon niet nodig. Was niet een speciale reden, maar hij vond het gewoon niet interessant. Vraag wat over mijn werk of over wat ik doe, maar... Hoe denk je dat hij het dan had gevonden dat hij nu dus wel al die beelden voor iedereen te zien zijn? Nou ja, ik denk dat dat dus
Ineke zegt dat hij heel trots zou zijn. Maar ja, zijn vrouw. Maar ik denk dat het ook niet eerder had gekund om dit te laten zien of te maken. Want hij had het gewoon niet nodig gevonden om... Hij was helemaal niet ijdel. Ja, we hebben het nou veel over hemzelf. We kennen natuurlijk zijn succes in eigen land. Maar we zouden bijna vergeten dat hij ook buiten de landsgrenzen razend populair was. I keep hitting the funny because there weren't a lot of funny people. Many people taking themselves very seriously. He didn't do that. He had an energy and a presence. As a director, you look for actors who have a presence and an energy that's got something that's extraordinary. Because he's a sort of terrifying, lovable god. Very, very impressive man. Yeah. And he was gorgeous. Like, I remember that too. I'm like, oh my god, that's a movie star. Like, you know, yeah. Is natuurlijk over de doden niks van goeds, maar had iemand ook iets aan te merken op hem? Of was hij helemaal een soort perfecte god, zoals hier wordt gezegd? Nou, ja, bijna wel. Nee, er was eigenlijk... Iedereen wilde heel graag over hem vertellen. En had allemaal leuke anekdotes. En omdat hij zo eigen was, vonden mensen dat ook een soort voorbeeld. Van, hij bleef altijd heel erg bij zichzelf. En al die bekende Amerikaanse acteurs, die vonden dat helemaal fantastisch. Ja, en iemand die bij zichzelf blijft, die op zijn privacy gesteld is, zeg je net. En dan kom je in Hollywood terecht, Raymond Mens. Hoe is dat te rijmen? Ja, dat werkt wel even anders daar, ja, ja. Maar dan ben je wel meteen een vreemde vogel natuurlijk. Ja. Dus dan val je ook meteen op. Ja, en die mensen... Ja, zou hem dat geholpen hebben, denk je? Ja, hij nam zichzelf niet serieus. Dat wordt dan als een goede eigenschap gezien, hè, door die Amerikanen daar. Ja, en de mensen die ik heb geïnterviewd, bekende Amerikanen, zijn allemaal ook een beetje eigenzinnige mensen. Dus dat klikte gewoon heel goed. Beetje doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Is dat wat ze waarderen dan aan ons Hollanders? Nou, dat waarderen ze in Amerika over het algemeen niet. Maar als je dan de enige bent die dat hebt, dan val je natuurlijk op. Hè. Je moet je voorstellen dat als je in Amerika filmster wilt worden, dat je al sinds je 14e, 15e, 16e bezig bent om in L.A. en in New York carrière te maken. En dan komt daar in één keer zo'n snuiter uit Holland, die daar wat nuchtiger tegenaan kijkt, ja, dan val je op. Ja. Een snuiter uit Holland wordt hier genoemd, Sanne. Ja. Nou ja, dat is ook zo. Top. Maar goed, hij had natuurlijk wel een enorme charisma. En dat is daar natuurlijk ook opgevallen. Hij heeft zijn carrière ligt natuurlijk eigenlijk daar. Dus je zei 100 films, maar het zijn iets van 170 producties. Dat is echt ongelooflijk. Ja, veel meer daar dan hier, zeg maar. Wij weten hier die paar bekende films, maar hij heeft in Batman gezeten, The Hitcher. En in Amerika kennen ze hem allemaal. En dus natuurlijk die bekende scène in The Blade Runner. Dat is ook de titel van de film, hè? Ja, een deel wat in Blade Runner zit, dat is eigenlijk tekst die hij zelf heeft geschreven de avond voordat hij die scène moest doen. Heeft hij dat geredigeerd, heeft hij een heel stuk uitgehaald en heeft hij zelf een aantal zinnen toegevoegd. En dat is ook de titel van de film. Ja, want de laatste zin, dat tears... Ja, all those moments will be lost in time like tears in rain. Ja. En dat is dus eigenlijk mooi dat dat met nu met deze docu niet gebeurt. Want het is nu helemaal toch in de tijd vastgelegd. Ja, dat is zo, ja. Like Tears in Rain. Mooi werk van jouw hand. En wordt de docu ook in Amerika uitgezonden? Uitgezonden weet ik nog niet, maar hij gaat wel een festival... Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik wel. Maar we zijn nog aan het begin van dat traject. Okay, maar wel festival leven. Ongetwijfeld krijg jij wat hulp bij Raymond Mens. Want die heeft wel zijn contact en zo. Dat is handig.